een foute keuze, we moeten terug. Ik wou even snel erdoor rennen tot ik misschien de grootte verlagen. Is dit? Dus het ding is gewoon aan het ploffen, joh. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTAV, LSP de Warmoor. En vandaag rennen wij snel naar de TS. Want we hebben een pre-wayne melding. En niet zomaar één. Volledige uitdrukking kazerne. Na een gebouwbrand. RTW 1. We zijn maar chauffeur van de kazerne. Of van de kazerne. Dat gaat wel moeilijk, een kazerne besturen. Maar wel de chauffeur van de TS. Ik hoorde OVD al rijden. Vertrekt hij niet eindelijk eens zonder dat we een moeilijk moeten doen? En dat doet hij. We zijn er niet compleet. Oh nee, we zijn er niet compleet. Pre-wayne, onderweg. Oh, let op mensen. Jezus Christus, hé. Wat doe jij nou voor achterlijke? Ter plaatse. Bij de supermarkt. Ja. AC schaal alvast op naar middelbrand. Dit ding. Naar achter. Even de lamp erop gooien. Oké. Pomp alvast aan. Dan gaan we een inschatting maken. Het is nu nog alleen bij de ingang. We willen natuurlijk voorkomen dat het zich gaat verspreiden naar hier. Mijn collega zet alles met de slangen op. Ik besluit om mij hier even niet mee te bemoeien. Ook de autoladder zet zichzelf op. En die gaat vanaf het dak kijken of die daar kan koelen. En om mij te helpen met plussen. Wat ik al zei, ik ga niet helpen met de slangen neer te leggen. Want als ik dat doe gaat er gegarandeerd iets mis. En dan heb ik het weer gedaan. En dan kunnen we opnieuw beginnen. Als het goed is, mogen we dan gaan blussen. En dat gaan we dan ook doen. Hebben we niet iets van een zaklamp of zo? Want het is donker. En weer de enige ingang voor zover bekend naar binnen. Dan blussen we eerst even van buiten af. Zodat we in ieder geval hier wat een vrije ruimte krijgen. Je wil natuurlijk niet naar binnen lopen en tot het vuur dan opeens achter je langskomt, dat je dan binnen zit opgesloten. Deze is wel minder heftig dan die wat ik een paar dagen terug had, die ik wou opnemen maar mislukte. En toen stond de hele supermarkt in brand. Dit vind ik zo gevaarlijk, als je naar binnen loopt en dan komt er eens zo'n wolk aan vuur, zeg maar, dan ben je gewoon dood. Zwarte rook komt hier. Wel rustig even naar binnen. We proppen ons hier zo in dit hoekje. Maar je ziet hier echt zo'n grens ontstaan van waar het het is normaal stom ding. Oh, wow, naar buiten evacueren, zo dan. Ik had het helemaal niet door, maar we waren bijna dood, joh. Even hier rustig worden. Goed, vanaf nu moet ik ook linksonder heel goed in de gaten houden,
Want misschien weten jullie dat niet, maar rook, zwarte, rood, witte rook, zeker bij brand is echt gevaarlijk, geloof ik. Dat is, ik weet het niet zeker, hè, maar dat is misschien nog wel even warm of nog wel warmer of iets minder warm. Dus eigenlijk heb je alle opties iets minder, even of meer warm dan het vuur zelf. Die rook is echt gevaarlijk. Dus daar moeten we even mee opletten. Want het werd al helemaal zwart voor mijn ogen. In het spel dan, hè. Ja, waar begin je bij zoiets? Ik zie ook echt dat de rook heel laag al hangt. Maar wat ik zeg, waar begin je? Ik ben nu maar even links en rechts weer aan het blussen. Maar eigenlijk moet je op één plek beginnen. En vanuit die plek verder gaan werken richting de... richting de brand. Het is op dit moment... wordt het een 60 graden om mij heen. Dat is dus warm. De meter links onder in beeld vertelt ons precies of het ons te warm wordt. Ik hoop dat binnenkort weer een update komt. Dat er weer wat dingen beter zijn en dat we in Noodroef in online kunnen gaan spelen. Het zou natuurlijk helemaal super zijn als dat zou kunnen. Met meldingen dan. Want nu kun je het wel al, maar nog geen meldingen. Rustig even. En hier naartoe lopen. Het wordt steeds warmer. Ik wil dit hier uitkrijgen. Dit is echt zo'n grens die ontstaat. Zie je? Nu wordt het opeens weer heel... En dit paarse, dat hoort geloof ik ook niet. Kunnen we niet gewoon met twee mensen naar binnen? Want dat probeerde ik dus de tweede of de eerste keer, een paar dagen terug, tot ik hem hier even liep lussen en tot ik met een tweede persoon naar binnen ging. Maar in dat ik met die tweede persoon bijna bij de ingang was, was hij hier overleden. Hij was dus echt of te ver in het vuur gelopen of hij was gewoon vast komen te zitten ergens en ja, hij werd hem helemaal zwart voor de ogen en hij was dood. Dat gebeurde dus. Kan je zeggen als je deze melding zelf ook krijgt. En misschien lukt het jullie hartstikke goed, maar ik vind het moeilijk. Als je ziet, kijk, als ik zo kijk, zie ik geen vuur. Ja, zo wel dan, maar zo niet. Dus je moet eigenlijk echt van laag af gaan kijken. Waar het vuur allemaal zit en nu komt het hier zo boven mij en dat vind ik niks. Dat is zo moeilijk, het gaat er gewoon niet uit. Kijk, hier is het alweer helemaal groot aan het worden. Hebben wij een andere ingang misschien? Dat had ik ook geprobeerd, maar dat liep dood, zeg maar. We zoeken even weer de grens op, hè. Met de temperatuur aan het spelen, dus bedoel ik daarmee. Even kijken hoe ver we kunnen lopen tot het ons te warm wordt. Weg hier.
Goed, die hoek is een beetje onmogelijk aan het worden, rechts van mij. Misschien moeten we eens vanuit hier naar achter gaan werken. Hier wordt het ons alweer te warm. Maar dat paarse wat je hier de hele tijd ziet, dat hoort geloof ik niet. En ik ben bang dat dat weer zo'n bug is wat je niet krijgt geblust. Goed, daar hebben wij al opgeschaald naar grote brand, want misschien is dat verstandig als we dat doen, het heeft geen zin. Maar natuurlijk, nu voor de echtheid, doen we even opschalen grote brand. Ik kan er meer vertellen, helemaal niks. Oh, daar komt moment zo. Alsof het water is wat op je afkomt. Over de grond, hopelijk is het niet warm. Zuchten is zo onmogelijk. In het echt gaat het makkelijk uit, geloof ik. Ja, weet je, we blijven echt in deze hoek zitten. En het is misschien al iets minder dan in het begin. Maar niet heel veel. Het worden we ochtend. Dit is ook weer iets wat je gewoon niet uitkrijgt. Je kunt er water op blijven spuiten wat je wilt, het gaat gewoon niet uit.
Staan mijn collega's nog allemaal buiten? Ja, hoi. Maar dit is dus zeker uitgebreid, de brand. Want toen wij begonnen konden we daarachter nog gewoon naar binnen kijken. Maar nu zit het helemaal tot achteraan verlopen. Dus ik weet niet hoe de brand erin het echt werkt. Misschien hadden we het volgens de normale richtlijnen moeten voorkomen dat het nog ging uitbreiden. Maar ja, dan moet je toch echt met twee personen zijn. In plaats van alleen. En voor zover ik weet is hier toch echt helemaal niemand verder aanwezig. Allemaal bier, alcohol. Lekker. Grapje. Geen alcohol drinken, jongens. En meisjes. Nou, assortiment van de... Of de voorraad kan ook wel weg hier. Er staat opeens weer dikke zwarte rook hier. Wat is dat joh? Oh, gaat deze deur op. Hier even kijken. Oké, dit is een groot brandje nog. Moet ik dit als explosies zien of zo? Dan is het opeens weg en dan komt het opeens weer met grote vlagen. Wat is dit? Dit ding is gewoon aan het ploffen, joh. Goed geweest brand, nu mag ik wel uit. Hierheen voordat het zich weer naar achter of
naar voren uitbreidt. We zijn dik aan het overwerken, bijna 2 keer 24 uur, dus 48 uur dienst gedaan. Bijna. Kunnen we en mogen we dit brandmeester noemen? Als dit uit is, vind ik wel. Heel veel fout meer kan gaan, tenzij deze dingen ook zo een beetje zo kaboom zeggen. Zoals dit. Ja, brandmeester. Eindelijk. Zo, schade opnemen. Kapot. Alles kapot. Zullen we het daarop houden? Hier is de voorraad nog heel, maar daar heb je veel aan. Nou, wat dit is. Weet ik niet. Goed mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk niet te saai, waarschijnlijk wel veel te saai, want voor mij werd het uiteindelijk ook saai. Ja, het is gewoon een verloren band, maar de volgende dienst zal er weer helemaal heel zijn, want zo is het leuk. Bedankt voor het kijken, tot de volgende.